een grote kans dat u dit gebouwtje kent. Het is de Keynskapel, ongeveer een halve kilometer boven Schaar. En officieel heet het de kapel van Onze Lieve Vrouw de Keyns. Want het is dus een kapelletje gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Want het verhaal gaat dat in 1510 hier in de buurt een houten Maria-beeldje aanspoelde. In die tijd vonden er geregeld nog overstromingen plaats en de golven van de zee kwamen ver, helemaal tot hier. En in 1510 namen ze dus een klein houten beeldje mee. En de mensen vonden het en het beeldje was smerig. Het had heel lang in de zee gelegen, het stonk waarschijnlijk en het was bedekt met een laag wier en algen. En met het water uit die put maakten ze het schoon en ze plaatsten het in een huis hier op de dijk. Het nieuws over deze bijzondere vondst ging natuurlijk als een lopend vuurtje door de omgeving. Mensen gingen erop af, wilden dat beeldje met hun eigen ogen bekijken. En ze gingen ook bidden bij dat beeldje. En toen gebeurden er bijzondere dingen. Sommige gebeden werden namelijk verhoord. Er vonden wonderen plaats. En u begrijpt dat dat nieuwtje helemaal als een vuurtje rondging. Steeds meer mensen kwamen naar de Keyns en wilden dat bijzondere Maria-beeldje zien. En ze hoopten allemaal dat hun gebeden zouden verhoord, dat er nog meer wonderen plaats zouden vinden. En het aantal mensen dat hier naartoe kwam werd zo groot dat het Maria-beeld in 1519 uiteindelijk een eigen gebouwtje kreeg. Een kapel, zodat het beeldje een fatsoenlijk onderdak kreeg. En sindsdien kwamen er elk jaar weer mensen naar die kapel. En het schijnt dat er heel veel wonderen zijn verricht. En ook het water uit de put schijnt geneeskrachtige werking te hebben. Jammer genoeg braken er andere tijden aan. De reformatie kwam. De 80-jarige oorlog brak uit. En de katholieke devotie werd niet langer gewaardeerd. In 1586 werd de kapel verwoest. Gelukkig wisten mensen het Mariabeeld net op tijd in veiligheid te brengen. Het staat nu in het Westfries Museum in Hoorn. Pas in 1954 werd de kapel herbouwd. En tegenwoordig kun je er elke dag heen om te bidden. Of om even stil te zijn. Er staat een nieuw Mariabeeld. En je kunt er altijd water halen uit de put. Zullen er nog steeds wonderen plaatsvinden? De grote vraag is natuurlijk, wat zijn wonderen? Bestaan wonderen eigenlijk wel? Of zijn al die mirakelverhalen met een logische verklaring uit te leggen? Of vinden er af en toe toch nog onverklaarbare dingen plaats? En moet een wonder eigenlijk altijd onverklaarbaar zijn? Of kan een wonder ook gewoon een speciale gebeurtenis zijn waar we veel betekenis aan geven? Bijvoorbeeld de geboorte van een kind, dat is ook een wonderlijke gebeurtenis. Of, misschien nog aardser, de ontwikkeling van een coronavaccin, is dat een wonder? Ik ben benieuwd, gelooft u in wonderen? En waar gelooft u dan eigenlijk in?